Dames en heren, welkom bij RKB Ridderkerks kraambedrijf in Ridderkerk uiteraard. Want hier gebeurt iets unieks. We hebben allemaal natuurlijk het probleem stikstof. Hier gaan we laten zien dat daar een mooie oplossing voor is. En eigenlijk wil dat zeggen waterstof naar elektriciteit. Elektriciteit, zero emission, op elke werkplaats. Veel plezier. Allereerst natuurlijk, dames en heren, welkom in Ridderkerk. Op dit unieke moment en op deze unieke plaats. We weten allemaal in deze tijden dat het toch allemaal anders is. Maar ik durf wel te zeggen dat Erwin natuurlijk in dit traject het voortouw heeft genomen. En dan zie je toch weer dat innovatieve ideeën uit het MKB komen. Eigenlijk wil ik nu eerst Erwin even naar voren hebben. Want we hebben natuurlijk wat vragen in dat traject. Dus Erwin, kom je er heel even bij als je wil. Het kraanpark wat we hebben voldoet nog steeds aan de voorwaarden die we hebben. Op een gegeven moment zeg je, ja, laten we een bestaande kraan ombouwen. En dan kijken wat het wordt. Ja, de vraag werd steeds meer. Met deze technologieën die we hier vandaag hebben, proberen wij de bouwplaatsen dus emissievrij te krijgen en geen CO2-uitstoot meer te hebben. En op die manier, met deze technologieën, proberen we daar de volgende stap in te zetten. Het geluid dat is tegenwoordig ook steeds belangrijker, dat we emissievrij en geluidvrij kunnen opereren op een bouwplaats. Dus we kijken zo meteen even naar buiten toe. We mogen niet met meer dan 2 man naar buiten toe. Dus we moeten even op het lijntje blijven staan. Daarom staat de kraan hiervoor. Maar die gaat zo meteen omhoog. The basic challenge that we see here is that these types of cranes cannot really be connected to the electricity grid. They are built, the whole model is about consuming fuel. So we have to find an alternative way to give them something like a fuel, which is made from clean energy and which is producing clean energy. We have electricity here, you can put it, we have charging cables, you can charge your phones from this very clean electricity. And come closer, we will take off the covers and you can have a look inside how this thing is built and how it is working. We have identified the Netherlands as one of the leading countries worldwide in the adoption and application of clean energies. Gaan we het over hebben vandaag? Nou, zonder naar voren. Als jij gewoon verder praat, dan fijn. Ja? Okay. Ja, het ging ontzettend goed. Ik denk dat we een hele groep grote groep mensen geïnteresseerd hebben met het onderwerp. Het is een goede samenwerking tussen Nederland en Israël. Zo kun je het eigenlijk zien. En mocht je nou meer informatie willen weten, ga dan naar www.acsholland.nl.